Dames en heren, we zijn vandaag weer bij elkaar om wat donaties te verrichten. Donaties waarvan een deel meegenomen is door Kumar van Kumar Shipping, dat zijn jassen. Die gaat hij doneren aan het ziekenhuis aan Broeder Linga, daar kan ik straks even op terugkomen. Wat hij ook meegenomen heeft, is een donatie van Stichting Langerhans aan de huisartsen en artsen die vandaag het congres bijwonen. We hebben vanmiddag een congres over suikerziekte. En Stichting Langerhans heeft 100 boeken gedoneerd, 100 prachtige studieboeken voor artsen hier, om in elk geval na het congres na te lezen over suikerziekte. In de congrescommissie zit ik, maar ik moet zeggen, de persoon die daar het meeste werk gedaan heeft, die staat naast me. Collega Livo Schoen hebben we hier nog niet, die is ergens anders bezig. En we hebben nog een collega Melker die daar meedoet. Maar ik wil alvast voor de grote moeite die gedaan is om de congres vandaag al in orde te krijgen, de twee boeken overhandigen aan Joyce About, medisch coördinator van het ziekenhuis, die giga hard gewerkt heeft om het allemaal vandaag klaar te krijgen. Joyce, alsjeblieft. Hartelijk dank voor deze donatie. Hartelijk dank voor deze donatie. Het zal zeker van nut zijn voor de medische. Dankjewel, Joyce. En dan wil ik hierbij de heer Linga vragen over donatie van meneer Kumar. Wat hij meegenomen heeft en wat hij nog meer gaat brengen. Misschien is het goed om meteen te overhandigen. Meneer Linga, verpleegkundig directeur. En dan kan hij wat zeggen. Allee, wat is hier? Gaan we daar. Goedemiddag. We hebben een aantal jassen meegenomen. Verpleegkundige. Ik heb nog meer van dat ik nog niet kunnen inklaren. En want ik heb een doos kunnen inklaren heb ik meegenomen. En deze worden ook gedoneerd door andere mensen die sturen naar mij toe en ik stuur op mijn postcode naar Suriname en breng ze ook in. En daarvoor ze kunnen wel heel goed gebruiken zijn goede jas. Dank u wel. Nou goed, meneer Kumar, van Kumar Shipping, hartelijk dank. Natuurlijk ook. Ja, dokter Mahabir, zoals u eerder aangeeft, we zullen ze zeker gebruiken, want we hebben mensen die zowel van ons ook, maar ook gasten die we hebben, ik denk ook aan de artsen. En wanneer ze goed hebben, ze ook niet direct jasjes, daar hebben we dit soort zaken in voorraad. En we gaan nu goed gebruik van maken. Ze zijn allemaal goed gewassen. Dank u wel. En ik weet zeker dat het niet hierbij gaat blijven, maar dat we altijd zowel van u als andere organisaties nog meer zaken zullen doen. Dank u wel. Dank u wel. Heel mooi. Thank you.